Ladies and gentlemen, welcome to the third edition of the Impossible Quest. Slachtvelden waren het. Ik heb al 2 battles gevochten in deze strijd om de Impossible Quest te killen. En ik kom steeds dichterbij, oké? Aflevering 1 was heftig. Toch ga ik voor de seal! Ja! Oké. Oh, wat moet ik doen? Aflevering 2 was nogal agressief. Aflevering 3. Het gaat gebeuren. Voor jullie wetenschap, dames en heren. Ik speel de quiz die praktisch gezien wordt als onmogelijk. Ik heb ergens gezien dat er 100 levels zijn. Kunnen er ook 500 zijn. Maar goed, ik hoop dat het er niet superveel zijn. Ik ga die Impossible Quiz spelen. Ik was de vorige keer bij vraag 41. En dat was de foto van een eend, zoals je hem hier ziet. En we gaan dit gewoon even doen. We gaan dit fixen, oké? We doen dit samen. Jij en ik, als een fucking team. Yes! Alright. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. We zijn hier. En ik moet heel eerlijk toegeven. Ik heb natuurlijk comments onder mijn video's. En daarin stond al dat ik op de afro moest klikken. Al heel veel mensen zeiden dat. Kan zijn dat jullie me allemaal proberen te naaien, maar ik denk niet. We gaan er gewoon voor op de afro. Come on. Yes. Lekker, lekker. Vraag 42, dames en heren. What is the answer to life? The universe and everything. Hint. It is 42. Oké. Ik kan dit slecht hebben. Ik vind dit zwaar kut. Je vraagt je af, waarom dan, Kelvin? Nou, dat komt omdat er... Hoeveel zijn het er? Fucking 50 keer 42 staat. En je kunt op elke klikken. Come on. Dit ga je niet menen. Elk level dat ik verder kom, denk ik ook. Elke keer als ik die camera weer aanzet, denk ik van... Ja, ga ik dit echt volhouden? Ga ik nou echt gewoon op een 42? Ik ga echt gewoon op een 42 klikken. Dit kan toch niet? Ja, tuurlijk is het fout. Fucking hell. God. Oké, dames en heren, we zijn er weer. Vraag 42. Het is één groot feest. Dan moet ik heel eerlijk zijn. Kijk, omdat ik natuurlijk elke keer helemaal weer door moet. Als ik helemaal dood ga, dan heb je tijd om na te denken. En ik had tijdens het nadenken, had ik het idee om de 42ste 42 te doen. Easy as fuck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 42. Dames en heren, is het antwoord op het leven, het universum en alles. De 42ste 42. Oh, dat is de 41ste. Ik ben zo'n fucking sukkel. Ik had 32 gedaan in plaats van 42. Neem niet weg dat het antwoord gewoon nog fout kan gaan. Dames en heren, is het de 42ste in plaats van de 32ste 42? Oh ja! Very nice! We zijn er weer. Focus, Kelvin. Focus. Dames en heren, we doen dit samen, oké? We gaan dit samen doen. Kijk naar de vraag. Bridget makes everyone. Het antwoord op alles is Tom Cruise. Oh yeah! Yeah! Nou, goed. Lekker. Oh nee. Oh, dit is wel leuk. Deze vind ik fucking leuk. Dit vind ik echt leuk. Ik ben die uber-puzzle motherfucker. Alhoewel ik deze niet kan bewegen. Ik kan dit gewoon. Ik denk dat ik dit kan. Een lekker puzzeltje maken. Klik. Er staat klik hier. Maar waar ik dan precies moet klikken, dat is die grote vraag. Zo. Oh yeah. Kelvin, fuck, hoe doe je dit? Hoe doe je dit gewoon? De puzzle master is in the building. Oh, chill. Ik moet hier klikken. Dames en heren, klik. Dit gaat fucking goed. Oké, ik had dat niet hardop mogen zeggen. Dit is geen verrassing, het ging veel te goed tot nu toe. Tot nu! Oké, het is tijd voor een korte analyse. De analyse gaat als volgt. Vlaggetje vierkant, ruitte 96, ruitte vierkant, emmer, kleine ruitte. Paaltje, rondje, paaltje, brief, bus. Het is natuurlijk gewoon met de doodshoofd. Tof! Het gaat sick, dit is ongekend, dames en heren. Ik ben nog maar één keer dood gegaan en ik bijna gewoon bij vraag 50. Nee, 46, maar dat maakt niet uit. Dat is bijna 50. Naar boven afronden. Oké, we zien hier Sonic the Hedgehog. Zijn oog wordt uitgeknipt. I don't know why. Er wordt naar gekeken. Ogen kijken ernaar. Paf. Deze is pittig. Er zit een raar smaakje aan deze vraag. Best flash ever. Kut. Ik heb nog één leven over en dat betekent dat als ik gewoon de 42ste van de 32 had gedaan... Ik doe wel... Oh my god, fuck you, kill Sonic, you bastard. Oh, ik moet focussen! Vanish! Kut! Hoe dan? Ik heb het gevoel dat ik op het rode puntje moet klikken. En dat ga ik ook doen. Ik ga mijn tactiek toepassen, namelijk naar een ander scherm. Waarschijnlijk wordt het weer Spotify of zo. We gaan even naar Spotify. Zo. Ga ik met paaltje daarheen. Beter sta ik op het puntje. Beter wel. Oh ja, ik sta op het puntje. Hij is groen. Hij is fucking groen. Oh, chill. Hij is goed. Hij maakt alleen geen geluidje. Fuck ja, yeah, motherfucker! Oh, dit gaat sick, jongens. Ik heb gewoon bijna 10 vragen goed in één fucking keer. Snake. Oh, nee, is een psyche. Deze. Nee, toch. Nee, deze. Ik zal dit even doorspoelen voor jullie, dames en heren. Ik moet weer elke fucking vraag doen.
Oké! We zijn bij vraag 48, we zijn weer terug. We doen dit samen, jullie weten dit, we zijn een team. Oké, dat hebben we toch begrepen? We zijn een team. Ja, ik snap het niet. Oké, er zijn... Ik heb... Fucking hell. Help me, jongens. Help me. Oké, help me. Is het weer zo'n vraag waarop ik gewoon maar wat ga doen? Ik denk het wel. Ik kies gewoon voor sneeuw. Oké, de agressiviteit houden we lekker binnen, jongens. Emotieregulatie, Kelvin, belangrijk. Ik fucking kies maar gewoon. Ja, nou blijft er nog maar één over. Fucking hell. Heb ik nou iets fucking doms gedaan? Ik heb toch alle vier de antwoorden bitches? Of heb ik nou een fout gemaakt? Nee, dat kan toch niet? Ik heb net toch die met vier A's gedaan? Ik heb toch rechtsboven Of ben ik nou fucking dom? Vraag 48, je bent een fucking bitch. Oké, dit is mijn strategie. Ik ga nog één keer op rechtsboven klikken. Dan weet ik zeker dat ik alles heb gehad. Oh, wat was er mis met mij net? We laten dit achter ons. Oké, we kijken vooruit. Positieve energie, niet negativiteit van het verleden, maar positieve energie voor de toekomst. Oké, 49. Which is the correct spelling? Slap me do, slap me do, sap me do, splap me do. Ongetwijfeld rechtsboven. Oké. Even rustig, joh. Is het dan dit? Oh, volgens mij is deze gewoon. Oké. Splap me do. Oh, oké. Okay. Remember, blue, red, blue, yellow. What the fuck? Het besef trouwens dat ik op vraag 50 ben. Green. Okay, what? I can't. Wat? Ik laat mijn gedachten gewoon even spreken. Het eerste wat ik dacht was wat? Dus dat ga ik ook doen, dames en heren. Mijn antwoord, mijn final answer, 2 miljoen euro, gaat om wat? Kit. We are back! Question 50, ladies and gentlemen. It is exciting. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. I can't. Noem ik wel oké? Oké. Deze vraag is wel vet leuk. Dames en heren, trouwens het besef, ik ben over de helft. Vraag 51. Kelvin, hou je focus. Fight. Oh ja. Oh, het gaat er hard aan toe. Echt kei fucking hard aan toe, G. Oké, dat was vet leuk. Carrot. That's interesting. Ik denk dat het de grond is. Het is misschien een hele gekke... laat me dit uitleggen. Nu kun je overal klikken. Oké, yes, we doen dit. Fucking nice. Er zijn die bouwvakkers naast. Die hebben het nu over dat kinderen steeds eerder aan de drugs gaan. Waarschijnlijk omdat ze me net als mijn favoriete kreet hebben hoort zeggen. Dit is fucking mooi. Marmite. Ik ga gewoon met Jan. Inderdaad. But pa might not. Ik snap hem. Ik snap hem gewoon. Fuck, ja. Ma might, but pa might not. So it's gonna be but pa might not. Fucking chill! Oh, dit is echt chill. 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 Dit is echt, echt heel erg. Shanghai is indeed the largest city in China. Never been. Why is there a question mark? No, about 20 centimeters off the ground. Ik denk dat dit weer zo heen is. Shanghai. High als in hoog. Shanghoog. Nee, maar 20 centimeter van de grond. Jensen. Oh, een bom! Oh, een bom! Oké. What is the digestive system? A series of organs, something invented by cheese. Cheese. Ik ging net zo lekker. Die vragen die heb ik gewoon allemaal gekild tot nu toe. Waarom dacht ik dat kaas het goede antwoord was? Ik heb serieus het gevoel dat ik steeds beter word. Oké, vraag 55. A games console for roll cam biscuits. A series of organs designed to break down food. Ja, dat. Oh, yes! Yes! The fuck? Ja, maar ik heb dit. Ik heb dit. Dit was een fucking epic staaltje impossible quiz. Er was een fles, die ging omhoog. Er was een pijltje, daar ging met mijn pijltje zo bij staan. Want ja, zo fucking snel ben ik. En nu sta ik dus op het puntje. En als ik hierop klik, en het is hem, dan ben ik bij vraag 57. En dan is vraag 60 in zicht. En dat betekent dat ik gewoon weer 20 vragen goed heb gedaan. Als ik namelijk deze vraag goed heb, ga ik een volle handstand doen. Tenzij er straks weer een timer is of zo. Dat is waarschijnlijk het geval. Ik baal hier zo van. Oh nee, wacht. Ik snap hem, denk ik. Er was net een vraag. Die had kleuren. Blue, orange, blue, green. Ik weet het niet precies. Maar ik denk dat dat hem is. Is blue. Fucking hell. Ik was zo zelfverzekerd. Shit. Ik ben bij vraag 50, dames en heren. Ik ga hier gewoon even een foto van maken met mijn telefoon. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Blue, red, blue, yellow. Paf. Vraag 56. Blue, red, blue, yellow. Ik ga gewoon nog een keer naar blauw. Want net deed ik eerst paars. En dat was niet relaxed. Beter. Fuck je me niet. Ja. Oh ja, fucking chill. Blue. Yellow. Come on. Is dit het?
ben oprecht fucking blij. Dit was chill. 57, look out Dracula. Ik heb trouwens onderweg, terwijl ik die vragen moest beantwoorden, een leven al verloren. Dus ik heb nog maar 2 levens. Ik ga toch voor, sorry, I prefer the moose. Fucking cute. One. Oh ja. Blood is geen voedsel. Het is een waterige substantie. Het is een vloeibare substantie. Urine is hetzelfde. Chicken chow mein. Ja, ik moet gewoon maar wat kiezen. Ik ga gewoon voor chicken chow mein. Vraag 58, we zijn er weer. Het is shepherd's pie. Lekker. Charge the laser. Oh chill. What the fuck? Oh chill. Oh, met een mes. Come on. Hoppakee. How many holes in a polo? 2. Matty, wat is een polo? 1. Wat? 3. Escape! Oh, Katuri. Wat gaan we doen? We gaan voor Pjus en Jijf. Dan Pjus en Skip. Ik durf het niet eens meer. Ik kijk de andere.